Herman de Croo van Open VLD, welkom. Uw partijgenoot Francesco van der Jeugd is een van de twee indieners van het voorstel. Eerst en vooral, waarom moet er een brede weersverzekering komen? Wel, ik heb de eer verslaggever te zijn van die debatten en van dat decreetvoorstel. De situatie van de landbouw en de tuinbouw verergert. We hebben grote droogten. Uitzonderlijk. We hebben ook nogal wat regenval, zeer geconcentreerd. We hebben vries, kortom. De weersomstandigheden zijn voor de land- en tuinbouw een belangrijke, onvoorspelbare sector met grote schademogelijkheden. En we zien dat in sommige landen, in Nederland bijvoorbeeld, men zegt het 1824, dat is bijna twee eeuwen terug, een soort coöperatieve, dus de tuin- en landbouwers zelf, verzekering heeft tot stand gebracht. En hier in het parlement hebben wij getracht, Francesco van der Jeugd en andere collega's, een decreetsvoorstel te maken om ook die verzekering proberen in te voeren in ons land. Ja, en die verzekering is dus voor landbouwers. Geldt dat dan voor de gewassen, maar ook voor de veestapel bijvoorbeeld? Die verzekering kan voor alles gelden, maar grosso modo wat wij denken, de landbouwers zijn gewoonlijk verzekerd voor hun gebouwen, heel dikwijls voor hun vee en voor hun andere producten, maar niet voor hun gewassen. Dat is iets dat zelden gebeurt, omdat dat duur is. Wat doen we nu vandaag de dag? We hebben wel een landbouwrampenfonds. Als er een echte ramp is, maar die kan maar om de zoveel jaren plaatsgrijpen, moet bewezen worden, moet vastgesteld worden door bijzondere commissies per stad en gemeente, is er een uitkering voorzien. We hebben dat gehad met de droogte in de laatste jaren, met de natheid enkele jaren ervoor. En men wil hier een systeem maken waar ook de privésector bij betrokken wordt, waar de verzekeringen een rol kunnen spelen. Dat stelt dus een aantal vragen. Ja, want er was net een hoorzitting en ik begrijp toch, u had een vraag gesteld of een opmerking gemaakt dat Assuralia in dit geval toch precies niet zo enthousiast is voor zo'n brede weersverzekering. Wel, ik kan dat in een eerste fase begrijpen. We hebben gevraagd aan onze Nederlandse collega's hoeveel procent van de landbouwers in Nederland zijn verzekerd bij jullie. 10% maar. Ik heb al gevraagd waarom. Omdat daar een belasting op stond van 21% die nu gaat verdwijnen. Dus men verwacht in Nederland bij tuin- en landbouwers een groter percentage van verzekering. We zijn maar met een kleine 16.000, 18.000 landbouwers in Vlaanderen. Als maar 10% verzekerd zou zijn, 1800, om sommige catastrofen te dekken, gaat dat niet. Of schoon, een deel altijd lastens de getroffenen blijft. 30-35% zijn te dragen door zij die tenen die tegen vries, koude, warmte, wat weet ik allemaal, zich toch een deeltje betrokken moeten voelen, ja, in de mogelijke kosten. Een deel voor hen en dan toch 60-65% verzekerd met toelagen, met hulpmiddelen, om toch de landbouwers en de tuinbouwers, die er niet kunnen aan doen, hè, ja, dat het weer slecht is, door hun moeilijkheden zouden geraken. Die 65% verwijst naar die maximale tegemoetkoming die in Nederland is vastgesteld, of vastgelegd. Maar dus die Nederlandse organisatie die hier werd gehoord, is een coöperatieve en geen private verzekeraar. Is het, welk model is wenselijk? Wij kennen coöperatieven. Hè. Ik had me een beetje met fruitteelten bezig in deeltijdse benadering. Maar er bestaan coöperatieven in de landbouw, in de veilingen. Dat is geen vreemde formule voor ons. In Nederland is het eigenaardig dat die reeds zo lang bestaat, ja, en daar meer ervaring heeft maar dan wij. Maar opteert u voor deze methode, een coöperatieve, dan wel een privéverzekering? Het kan een privéverzekering zijn ook. De zaken zijn onder meer, elke verzekering in ons land, voor de automobiel, voor wat je ook wilt, is er verzekerd bij andere verzekeringen, bijna Europa of wereldwijd, om de risico's nog meer te spreiden dan het kleine Vlaanderen. Dus dat is geen handicap van bij privéverzekeraars te gaan. Maar het moet berekend worden. Wat gaat die premie kosten? Wat gaat de terugbetaling zijn? Het hangt af per teelt. Een hectare fruit is 10 keer meer waarde dan een hectare
tarwe of een hectare bieten en in de opbrengst. En die berekeningen zijn nog niet gemaakt. Die zullen moeten gemaakt worden eens dat het decreet daar is, dat de uitvoeringsbesluiten er komen. En ik denk dat het positieve zaak is dat de landbouwers zich zouden kunnen op een deftige wijze, met niet overdreven premies, met uiteraard wel een derde grosso modo dat ze moeten blijven dragen als de schade daar is, maar toch twee derde van hun schade zouden kunnen verzekeren. Maar u bevestigt eigenlijk dat er nog heel veel moet onderzocht worden. En dat is net de kritiek van de oppositie die zegt van ja, we moeten dan een decreet, morgen ligt het ter stemming voor. Moeten we bijna iets gaan stemmen waarvan er nog heel veel onzekerheid en onduidelijkheid is? Nou, want op dit moment kunnen de landbouwers op weinig terugvallen. Je kunt twee dingen doen. Hè. Ofwel maak je een decreet waar alles in staat. En dan moet je het om het jaar veranderen, als men niet alles goed geprogrammeerd of voorzien heeft. Ofwel maakt men een soort kaderdecreet. Dat is hetgene wat wij voorgesteld hebben. En dat kan gestemd worden hier in het Vlaams parlement. En er worden dan uitvoeringsbesluiten genomen, omdat die materie relatief nieuw is voor ons en dat ze complex is. Dus ik ben voorstander van het kaderdecreet. Dan kun je starten van de uitvoeringsbesluiten misschien ter inzage naar de bevoegde commissie te brengen voor ze worden genomen. Maar als je zegt, ik ga wachten tot mijn tekst perfect is, 200 artikelen zou omvatten en dan nog te wijzigen misschien om de 6 maanden, dat is geen goede wijze van werken. Laat ons starten met een kaderformule, met een kaderdecreet die de essentiële zaken vastlegt wat we hier voorstellen. En dan zal de bevoegde minister van Landbouw samenwerking, als u wilt, met het parlement de zaken uitvoeren. Dat is een klassieke wijze van goed te werken. Oké, dus ik begrijp, morgen wordt het voorstel van decreet goedgekeurd. Dank je wel, Herman de Croo. Dank je vriendelijk. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.